Ja, ik heb ze beheerd. Is dan games.nl vergroot maken. Video's beheren. Hij staat er nog niet in met Giel. En ik zou zeggen, abonneer op mijn YouTube kanaal. En zou ik zeggen, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, begin! Slaten. Ik ga even naar buiten. Oké, ren. Ja. Fuck, hij komt achter me aan. Snel. Help! Oké, het is ook overdag. Het is onze dag. Ziet hij mij? Waar is hij? Oké, hij heeft me sowieso gezien. Hey! Wat leuk dat je hier bent! Hey. Ik zie dat je ook mee kwam. Kom, dan gaan we even hier lekker bij de rand staan. Kan je zo mooi kijken. Ja. Wat een mooie dag. Oké, weet je nog, meisje? Ja. Hey, zie je de meisje daar? Daar, die daar gewoon op de grond aan het zitten is. Daar, met de gele truitje daar? Ja, die aan het huilen is. Nou, die heeft dus ook bij mij gezeten. En die wou alles erop en eraan. Die wou en met mij in bed. En dit en dat, alles. Alles. Echt alles. Schiet me maar anders. Schiet me maar anders. En ga ik door. Ja, laat maar. Ja. En ga even door over wat je zegt. Dat ze lekker is. Ja, en dat is en daar. En daar, die ene met een rokje. En nu raad, hè? Daar heb ik ook mijn gekeken. Oh. Ik heb geluk dat ik geen rokje aan heb. Dat zag je nou ook een nap reet. Kut, jong. Godverdom. Kutting. Hè? Die jou mag. Geef me je geld. Nou, ik ken de fuck out here. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ga Martijn bellen. Ja? Hi, met Lisa. Ik ga even de lift in. Ja, wat is er? Kijk. Ik heb een moord gepleegd. Wat heb je gedaan? Ik heb moord gepleegd op die therapeut. Nou, hij begon dus over andere meisjes bij die therapeuting. En toen heb ik hem met zo'n flesje gestoken. Je en toen flikken die eraf. Over jij, een flesje. Ja, of hij weet niet meer precies. Maar ik ben dus helemaal in paniek en ik weet niet wat ik moet doen. Dus kan ik alsjeblieft van jou te komen? Ja, moet ik je ophalen of zo? Nee, ik heb buiten de auto staan, anders ben ik er wel heen. Zo klaar ligt de dag. En hij ligt daar. Oké. En ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En dan komt de politie, dan word ik opgepakt en dan word ik. Dan ik doodgemaakt. Want dan. Of zo je auto. En dan. Kom naar mij toe. Ja, ik kom. Niemand heeft het gezien. En de andere twee getuigen, daar waren de vrouwen over die je verteld. Die heb ik ook knock-out geslagen. Getrapt. Dus die weten waarschijnlijk niks meer. Denk ik. Neem ik aan. Ik zou het knap vinden. Als ze dat nog wel doen. Maar dat weet ik niet. Oké, we gaan dit gewoon allemaal vergeten. En kom naar mij te huis toe rijden. En als de politie komt, dan zien we wel wat er gebeurt. Moet ik een nette auto hebben of zo? Of dat we nog wat gaan doen misschien? Nee, maar dat maakt echt helemaal niet uit wat je gaat doen. Pak deze wel. Heb ik nog nooit aangehad. Even stel die erbij past. Denk ik, of?
Nou, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als ik nog even met je kan praten onderweg. Oké, okay, misschien is het handig als ik naar je toe kom rijden. Nou, ik kom wel naar jou toe. Dat we samen rijden. Nee, ik kom wel naar jou. Dat als er, oké. Okay. Nou. Maar ik vroeg me eigenlijk ook nog af. Het werken. Want ik heb eigenlijk nou wel een baan, maar ik heb eigenlijk nog 0 keer gewerkt. Wanneer kan ik weer een keer werken? Wanneer is de eerste keer? Ja, we kunnen vandaag. Ik heb vandaag een afspraakje. Ergens. Oké. Okay. Ik vind het goed. Ik dan, stuur je daarvan nou de navigatie door. Oh, ik dacht ik kwam naar jouw huis. Dat is misschien makkelijker. Oh ja, dat kan ook. Nou. Sorry. Even kijken, waar moet ik... Oh, wat? Ja, wat doet die? Stopt hier in één keer zomaar een auto op de weg? En gaat die middelvingers naar mij opsteken? Dat ik per ongeluk daar doorreed. Dat mijn rem niet goed werkte. Zo. Duurt gelukkig weer die rem, maar man, echt helemaal gek. Wat heb je nou weer voor een... Oh, nee, die ben ik niet. Hey! Hey. Dat is een oudere versie van zo'n Bentley. Ja, dat is volgens mij ook zo'n Rolls Royce. Maar zal ik mijn eerst eruit pakken? Ja hoor. Doe even mijn auto naar verplaatsen. Anders kom je tegen die van mij aan. Dadelijk. Ik zet wel even aan de andere kant van de straat. Dit is die van mij. Oh, jij hebt wel meer de echtere. Hoe heette die? Hoeveel kostte die? Deze kostte 250.000. Uh-oh. Mobiel? Oh, deze is duurder, denk ik. Ja. Hoe duur was deze dan? Dan moet ik even kijken. Ik heb hem gratis gekregen ergens. Kijk, dadelijk heb je nog ruzie met die mensen. Even kijken. Ik denk dat hij hier tussen moet staan. Ze zeggen dat ik een mooie auto heb. Oh. Ik dacht even dat ze post gingen doen tegen jou. Nice wheels that you get there. Oh, jij hebt deze. De ene Super Diamond. Ja. Dingen. Die heb ik. Ik heb de... Ik dacht ook altijd dat ik Super Diamond had, maar dat heb ik niet. Ik heb... hier, de Enus Windsor drop voor 900.000. Halleluja. Die heb ik. Oh. Dus eigenlijk ja, is de dan. Mijne... Dan is mijne denk ik dan geen Rolls Royce. Dat dacht ik eigenlijk dat ik ook zo niet had. Maar mijne is dan echt een echte Windsor. Dat is volgens mij van jou. Echte Windsor. Ik denk dat wel hetzelfde merk is, ongeveer. Want we hebben wel allebei hetzelfde dingetje voor op de auto. Een Barry of zoiets heet die, is die van jou. Ik denk dat wij dezelfde auto hebben, alleen ik een duurdere versie heb. Met een krommere rug en een minder vierkante voorkant. Ik vind die van mij wel mooier. Ja, we hebben hetzelfde merk wel. Ik vind die van mij eerlijk gezegd het mooist. Ik heb ook 4 persoons. Jij hebt denk ik een sportversie van deze. Dat denk ik. Ja, dan moet het wel zijn. Want ik heb de Luxury gekocht. En jij? De sport denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ah, of jullie weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb hem gekregen. Wie? Ja, van zo'n bedrijf. Hey, die had gehoord dat ik de loterij had gewonnen. En die wou ze me graag een auto geven. Nou, ik vond het prima. Ik weet niet waarom. Maar, zullen we even naar binnen gaan? Dan kunnen we even praten over de werkding. Ik sta, ja, mijn auto. Wat nou? Wat? Nee, wat probeert hij? Ja, ik ben binnen gegaan. Beetje mij aanrijden. Kutsoeg. Mag ik ook naar binnen? Ja, ik was even mijn auto in de garage aan het zetten. Hallo? De deurbel van jou werkt ook half. Ja, ik ben hier. Ik ben nog buiten. Oh. Aan mijn koek. Ik pas even mijn auto in de garage. Je krijgt daar, ik mag daar ook binnen. Kan je niet vanaf de garage naar je huis? Nee, dat kan ik niet bij de huis. Oh, gek. Ah, wel een mooi huis op zich. Zit je erin? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, kom zitten op de bank, zou ik zeggen. Ja, ik kom. Oké, okay, ik ga praten terwijl ik op de camerabeelden kijk. Want, ja, je hebt natuurlijk een ding. Ja, een motorcase. Dus ik ga ondertussen op de camera's kijken als je het goed vindt. Ja, ik kom eraan. Oké. Okay. Ik ga je een beetje op de hoogte houden van wat we allemaal gaan doen. Mm-hmm. Ik denk ook. Oké, okay, we gaan sowieso... Ja, we moeten nou nog meer oppassen. Het kan zomaar zijn... Dat nou, omdat jij een moord gepleegd hebt, dat mensen daar bij mijn afspraken ook wapens hebben. Dus het kan zomaar zijn dat wij daar, ja, dat iemand daar een wapen heeft en die wil een moord plegen op mij. Ah, en, ik denk dat, mag ik, dus, ik denk niet echt dat dat komt doordat ik een moord heb gepleegd. Ik denk gewoon meer puur omdat ze jou niet mogen. Zou ook, ik denk dat je meer bedoelt dat het meer is dat de kans is dat het een val is. Denk ik dan. Ja. Hard of geval, dat lijkt mij logisch. Dus, we gaan daar is dus, we gaan dus naar de afspraakje. Ja. En ik weet even niet meer waar het is, maar ik heb het wel doorgestuurd naar je locatie. Dus jij weet nou maar waar het is. De kans is dan groter dat ze mij afvallen dan jou, denk ik dan. Nee, want ze moeten mij hebben. Ja, maar eenmaal jij rent dan weg en ik ga jou verdedigen, dus mij vallen ze aan. Zal ik even kijken voor je waar het is? Ja. Waar ligt die brief? Ik denk beneden. Die ligt in de hijstkamer, helemaal onderaan. In de werkkamer. Oh ja. Oh, hier ligt het. Even kijken. Hier. Je kan anders meteen de navigatie instellen op je telefoon. Oh, dat weet ik. Ik heb dat wel. Ik heb het goed gekregen. Dat scheelt. Ik zou zeggen, we gaan meteen. Oké, waar is het? We gaan met mijn auto. Ja, ik rij. Pakken. Of je moet zeggen, ik rij in uw auto. Met jouw auto. Dat mag ook. Ja, we pakken wel een auto van mij, denk ik. Ja, maar ik rij in ieder geval. Nee, ja. Want ik ben natuurlijk uw chauffeur. Of we moeten met allebei de auto's. Ieder een eigen auto, want dadelijk, word jij neergeschoten en jij hebt natuurlijk dan de sleutels of zoiets. Of nou, maar ik laat hem niet alleen rijden, want dadelijk wordt hij onderweg al onderschept en daar ben ik er niet bij. Oké, okay, nou gaan we met jouw auto. Dan belt u gewoon een eigen auto, toch, desnoods. Hm? Ah, belt u toch een eigen auto, desnoods. Oh, maar zo snel ga ik niet dood. Oh,
sorry. Zet die auto ding nog op slot. Ja. Kom maar in. Oh, even kijken. Nee, er komt niemand aan. Oké. Ik moet eerst even, denk ik, de navigatie instellen. Oh ja. Ik ga gewoon naar een king attack van mij. Ja. Hier. Oh, dan moet je de andere kant op. Ja, bij zo'n bouwbedrijf. Ik heb voor mezelf ook altijd een pistooltje bij. Dat is heel handig. Vaak hoeven we nu echt te vechten, grote wapens, maar pistool is altijd handig. Dan kan nu onder andere iemand gijzelen. Ik hou wel mijn pistool vast. En die richt ik op. Mensen. Blijf wel op voldoende afstand. Wat een gek. Van jou, ja, ik ga uit de ding. Ik ga maar alleen naar binnen als het daar veilig is. Is de auto wel mooi geblendeerd en zo, dus het is op zich wel een goede auto om te verplaatsen. Toch? Maar heb je een extra sleutel? Als er iets gebeurt of? Kut. Nou nee, niet echt. Maar ik ben neem aan dat we het niet echt nodig hebben. Ik vraag me even af waar we precies heen moeten. Oh, hier zijn we. Ja, dat weet ik. Ja, het is hier wel ergens in de buurt, dat weet ik. We rijden wel even een rondje. Mensen kunnen wel wachten, toch? Is het niet hier ergens links, dadelijk? We zijn toch nog te vroeg. Hier. Ja, zo rij ik altijd. En dan hier rechtdoor. Dat moet volgens mij hier aan de rechterkant zijn. Hier is altijd bij mijn king attack geweest. Nou, ik stap even uit. Ach, ik ook. Ga maar eens even kijken of dat hier is. Hier, ik neem hier het bouwbedrijf. Als dat het goed is. Anders weet ik wel een plek. Oh, misschien omdat het donker is. Is het alleen als er mensen zijn? Oh, ik denk dat ik wel weet waar het dan is. Andere plek. Oh nee! Okay. Ja, ik had verkeerd gerekend. Je hebt natuurlijk, je hebt navigatie ingesteld. Je moet hem dan zetten op noord en zuid. En ik heb hem op noord gezet, maar ik moet hem op zuid zetten. Oost-west bedoel ik. Wat zeg ik nou, noord-zuid? Je hebt je deur net ook laten staan ook. Ah, dat maakt niet uit. Stap maar in. Daar moeten we heen. Toch? Ja. Er zijn vaak wel mensen als je één aanvalt, vallen hun allemaal aan. Als ze gaan naar de Marokkanen blijven. Dan zeg ik, ja, oké, is goed. Even kijken. Gekke toch ook allemaal. Niemand kan echt rijden in GTA. Ja, GTA, Amerika, ja. Afkorting. Zo noemt iedereen het, van als spel. Dan heb je zo'n joch en die roept dat de hele dag en heb je dat in je hoofd en dan ga je dat ook zeggen. Vreselijk. Van die moeders die hun kinderen niet in bedrang kunnen houden. Nu klink ik ook als een zeurmoeder, maar ik vind dat gewoon vervelend. Maar je bent geen moeder. Gelukkig niet. En dan zou ik niet weten van wie. Dan zou ik dat niet heel erg vinden hoor. Ik wil wel ooit een keer kinderen. Ik ga een beetje door, want we zijn een beetje aan de late kant. Ja, de tijd erin. Wat een gek, zonder knipperlicht in één keer afslaan. Oh, vreselijk. Ik zet de auto niet per se voor de deur, want ik kan wel zeggen, daar komen we makkelijker weg. Maar dan komen we minder netjes over, omdat we een beetje schade hebben. Dan zet ik een beetje hier. Dan kan je makkelijker wegrijden. Ik zou zeggen, dan moet het hier zijn. Ik maak het deur wel even dicht. What the fuck is hier niemand? Het kan ook zijn dat het morgen was. Of was het wel noord en zuid? Of het is morgen. Het is al avond. Maar we moeten ook op noord en zuid zijn.
Kom, we gaan meteen rijden voor morgen vroeg. Wat is dit? Hier is een garage. Ja, weet je dat niet? Ik wist niet dat die open kwam. Oh, hier ligt zo'n poppetje. Is dat de muur? Oh, dat was mij. Oh ja. Wat ben je ook allemaal aan het doen? Ik zet je auto maar in de garage, zou ik zeggen. En dat ging ik ook doen. Ik vind het jammer dat ze het nooit hebben bij huizen, zo'n dingen. Het werkt heel handig. Nu gaat hij dicht en staat je auto daarbij. Zullen we anders hier even verder kijken? Ik zou zeggen, pak je pistool. Zou ik doen. Ja, moet ik andere kleren aan? Nee, het is wel. Weet je wat, blijf jij maar hier staan? Buiten de poort. Als er iets komt, roep maar. Ik ga voor me kijken. Rijdt deze auto nog? Nee. Even kijken, mesje gereed houden ook. Oh, wacht, dat was de muur. Wat de fuck heb ik aan? Oh, ik heb helemaal geen bodyguard outfit aan. Oh, dat maakt niet uit. Lisa? Ja? Er kwam net wel iemand die reed echt heel langzaam zo voorbij en die stopte hier. En toen wou die afslaan? Reed die ook weer langzaam. En toen zag hij jou en toen reed hij door. Oh. Was het dat? Ja. Dan is het een val. Fuck, dan moet hij zo snel mogelijk weg. Dan worden we zo dadelijk aangevallen. Ik weet waar het is. Denk Zuid, hè? Nou, wel hier. Nee, ik heb een navigatie. Ik heb een navigatie ingesteld. Oké, stap in. Zal maar even in de auto. Moet hij zo snel mogelijk weg voordat er dadelijk bommen afgaan. Vier, dat bedoel ik. Zag je die auto daar stilstaan? Ik weet waar het is. Hey, we hebben ook een missie erbij gekregen. Ik weet ook niet waarom. Maar het is heel raar. Maar er staat een auto en die auto die moeten wij meenemen. Oké. Okay. Ja? Zag je daar die ene blauwe soort van jeep midden op de weg stilstaan? Ja. Die heeft die bom opgeblazen. Hij kwam ervoor. Was het ook die auto die er langs kwam rijden? Langzaam. Eentje een hele gekke, zo'n lelijke jongere gepimpte auto. En we moeten nou dus die eentje halen. En ik rij in die auto. Oké. Okay. Ik moet aankomen rijden. Want anders is mijn opdrachtgever, die zei wel. En ik zie wel vaker dat jij jouw bodyguard rijdt. Dus dit keer moet jij met die auto rijden. Wat, dat ik? Dat jij rijdt. Ja, dat komt als bodyguard. Dat is gewoon voor uw beveiliging. Veiligheid. Ja. Ik ben getraind om uit situaties te komen als een achtervolging. En ik moet zeggen, op zich, ik ben niet goed in rijden, maar dat lukt me wel. Weet je nog gisteren met die oorlog dat jij me achtervolgde? Hier is het. Dichtbij. Hier ergens. Zijn. Misschien bij de autopimp. Hier de parkeerplaats in. Hier bij de parkeerplaats moet je erin. Hier staat een auto. Nee, kijk, het is hier op het dak. Kijk, wacht, volg mij. Hierheen. Je moet hier naar boven. Ja, let op mij, hè. Gelukkig kan ik ook veel ophakken. Dat scheelt. Ik weet waar, denk ik. Je had makkelijk via de weg gekund, maar dat maakt niet uit. Ja, je moet meneer, wacht. Wacht. Ik ga voorop. Meneer, wacht. Dadelijk wordt u aangevallen, dus ik ga voorop. Het is daar.
Ja, wacht, ik doe alleen even zo. Het is daar aan de overkant op die garage. Ja, ik weet waar dat is. Dus als je even wacht. Hier is een bruggetje. Als je even wacht. Ja, ik laat je dadelijk voor. Oh ja, dat is goed. Oké, hier ga ik. Ja? Als je hier even blijft wachten, kijk ik of dat veilig is. Ja? Oké, wacht hier. Ja, ik moet wel rijden, ik rij. Ja, maar ik kijk even. Ik wacht hier. Wat. Even kogelvrij vest aan. Dat is ook wel belangrijk. Kan ik? Kom maar. Oké. Waar zoekt de politie ons nu? De auto. Kijk, zie je dat pakketje erachterin? Ja. Dat moeten we wegbrengen ook. Oké. Okay. Kan jij even de politie auto wegbellen? Ik heb dat net al gedaan, ja, dus kan. Ik kan daar niet meer. Allee, wacht. Je moet even wachten, ja, totdat je die bom laat ontploffen. Nou wil ik ze wel even weg. Ze zijn de lichaam verbrand. Ik kan wel ook even kijken of ik het kan, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben nou aan het bellen. Ah. Ja. Top. Blijf hier even wachten voordat je daar tegen ze aanrijdt. Dat bedoel ik. Hun rijden raar. Echt heel raar. Maar de luiken zijn verbrand, dus ze kunnen nou ook geen DNA-test meer doen en dan weer dat ze aan ons linken. Want dan gaan ze weer opnieuw achter ons aan. Moet jij met je eigen auto? Wil jij je eigen auto? Nee hoor, dat hoeft niet. Rij maar door naar waar je heen moet. Is mijn stem eigenlijk goed? Volgens mij niet, hè? Ik kan wel iets beter. Weet je. Telt. Hij gaat automatisch. Okay. Oh, dat is mooi. Hij heeft mijn opdrachtgever bij mij. Hij heeft deze auto gehackt. Ik wou net zeggen gehackt. Maar ja, is het ver weg nog? Nee. Hoeveel, je moet zo min mogelijk schade rijden dus. Waar is het precies? Het gaat om de auto en het pakketje. Dat weet ik ook niet. Zo, je hebt toch een navigatie? Ja, maar ik volg gewoon de navigatie. Ik kijk niet op telefoon. Ah, zo. Dus. Oh, het is hier heel dichtbij. Moeten we naar de... Heel dicht bij die Los Santos. Hele goede groot pimpstraat. Het is hier bij deze parkeergarage. Is het hier zo? Ja. Oh, oké. Gekke plek. Mhm. Mooi. En nu heb je geld. Ja. Hoeveel? Geef je ook wel wat. Hoeveel heb je? Wacht. Oh, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Hier, neem dit. Krijg ik de helft. Oh. Dank je. Zo. Zoveel? Mhm. En in het helemaal hadden we... Als ik alles had, dan hadden we 10.000. Oh ja. Dus ik heb nu 5.000. Oké, ik denk dat we vanaf deze plekken we ook heel goed meteen doorgaan naar, ik denk, de mogelijke buurt van de trap. In ieder geval heeft geplaatst. Dit was maar een kleine. Dus we moeten nou nog naar een andere. Oké, bel jij je auto even? Ik bel wel. Willen we even gaan showen dat we rijkdom hebben? Ik denk dat we even ook een goede auto moeten hebben voordat als we weg moeten. Ja, daar ga ik voor zorgen. Sneller. Okay. Ik pak die in die je hebt opgeblazen. Pak ik. Ja. Mechanic. Even kijken. Kom op. Ja, auto. Deze. Kunnen D10 graag. Top. Thank you. Ja, dat kan je wel gebruiken, man. Vetzak. Moet hem uitschakelen? Nee. Ik ga hem uitschakelen. Ha, Mietje, hij rent weg.
ik ook even proberen te pickaxen. Met mijn nieuwe bijl. Oh, kak! Ik heb echt gewoon een 0-streepje AP meer, hè? Zal ik niet nog een keer doen? Niet! Waarom moet ik meteen terug? Het ging toch per ongeluk? Ik wou je niet slaan! Ik wou nep slaan! Zodat je... Vuurvonkjes! Schok! Vuurvonkjes! Vuurvonkjes! Kijk maar! Kijk dan ik vlieg het in de fik! Nee hoor. Heb je een auto? Kijk. Ah, dat is die vetzak. Laat hem maar. We gaan door. Moeten nou doorrijden. Oké, hier is als het goed is die buurt. Met al die huisjes van die... Oké, zo dat ik zeg, Marokkanen. Even denken, waar moeten we dan zijn? Als het goed is, het spoor... Moet je nog tanken? Hier. Tanken. Nou, dat hoeft niet hoor. Denk ik. Kijk even naar benzine meter. Nee. Denk ik. Ik snap hem. Kijk slecht. Hier. Heb je ergens hier zo'n doodlopend pleintje? Hier, en daar moeten we heen. Oh. Ja. De auto is ook nog niet beschadigd. Niet heel erg. Een paar skrammetjes. Jij moet voorop lopen, hè? Ik moet meter van jou. Jij blijft achter. Want, ik ga de auto ook zo neerzetten dat we weg kunnen. Het is wel zo, als één iemand hier ons aanvalt, dan is er al echt, dan valt iedereen ons aan. Zeg maar. Ik pak denk ik mijn pistool vast. Waar de fuck is hier iedereen? Ja, er zijn mensen gesignaleerd, heb ik gehoord. Hier rechts. Oké. Okay. Ja, hier. De auto meenemen een beetje? Neem de auto wel een stukje mee. Oké, pak uit de kofferbak dat wapen. Ja. Assault rifle ding. Ja. Oké. Okay. Hier heb je het. Oh, ja, dank je. Waar de fuck is hij? Oh, hier. Waar is van hij? Mij. Oh, hier. Shit, de politie. Jongens, het is een missie. Hun vallen ons aan. Kom, we pakken een politieauto. Hier rijdt... Mijne. Kom. Nee, kom. Gas. Nou geen tijd ervoor. Oké, we moeten ergens een riool in. Oké, ik weet een plek. Ik ook. Volg mij. Ik volg jou. Snel. Hier. Heb je een auto? Moet je bij mij in? Ja. Ik volg jou. Gassen. Geen tijd voor stop. Zet je sirenes uit? Ja. Je hebt een band, lekband. Weet ik niet. Merk het. Ik voel aan te rijden, maar ik kan goed rijden, dus ik kan er wel mee rijden. Kent deze politieauto hier? Ik spin alleen lang door. Maar dat maakt niks uit hoor. Oké, hier. Terug. Ik spin er door. Oh, we moeten hier het riool in, denk ik. Oh, hier. Dan heb ik de weg ook. Volg mij. Dat is even belangrijk. Pijn zijn ze aan het zoeken. Ik ga hier af. Hier moeten we zijn. Meneer, waar bent u? Ja, kom maar aan. Ja. Ik word aangevallen, de politie.
Oké, je bent er, mooi. Hier, volg mij. Ik denk dat we aan de overkant moesten zijn. Nee, hier. Kijk, hier is het treinspoor. Hier. Hier. Zit er goed. Op een triool. En nu gassen. Nee, treintunnel. Geloof mij maar. Zit er niemand vlak achter je? Nee. Oké, dat is goed. Ja, ik kan er wel in. Anders volgen ze jou. Misschien omdat ik een lekke band heb. Oké, doorrijden. Wij zijn ze aan het zoeken. Mij ook. Oké, hier stoppen. Ja, ik zet hem in het midden neer. Ik zet er één op het spoor. Ja, ik zet mijn ook in het midden. Ja, mijn is toch lek. Ik zet mijn, zet ik mij ook. Zo neer. Voor als er een trein aankomt. Ik moet naar in het midden gaan staan voor als er een trein aankomt. Bent u goed, meneer? Gaat alles goed met u? Ja. Ben je ze kwijt? Ja. Mij zoeken ze niet meer. Oké, ga uit de tunnel en ik zorg meteen voor een andere auto. Ja. Ik zou de andere kant op gaan. Deze kant op, ja. Nee, de andere kant. Volgens mij. Echt niet, ik ben omgedraaid. Oh, ja, dan wel. Oké, waar kan ik hier rechts de weg op? Rechts, rechtdoor. En dan hier, rechtdoor. Hier. Hier rechts, nee. Waarom nog even een stukje door. Nee, wacht. Hier, doorheen. Goed zo. Nou, hier de weg volgen. Dan hier stoppen. Stop, niet naar de weg. Naar de hoofdweg. Voor als er nog mensen ons achtervolgen. Stap je terug, ga je even achter de hek staan. Klinkt allemaal een beetje paranoia, maar dat is allemaal voor uw veiligheid. Dat ken ik. Gaan we even geblendeerd terugrijden. Dat lijkt me het handigst. Wilt u naar uw eigen appartement of gaan we naar mijn huis? Naar mijn huis. Ja. Oké. Waar blijft die? Oh, hier. Oké, we moeten even snel. Kom, snel. Doe alsof er niks aan de hand is. Gewoon lopen. Fuck, domme idioten. Oké, meneer, blijf. Ga weer terug naar waar we zaten achter die paal. Ik kom er zo snel mogelijk aan. Die idioten hebben een auto een weg te hoog neergezet. Fuck, noem ik of je snel weg. Oh nee, toch niet. Toch wel beneden. Heb je een ritje nodig? Nee, mijn auto staat hier als het goed is. Ik weet niet waarom ze hem hier neerzetten. Zou ik deze terug moeten brengen naar de... Nee, dan pakken ze ons zo op. Oké, sta je niet achter mij? Ja, ik ga wel even even deze weg doen. Even aan de kant. Gaat u maar anders maar. Nee, ik ga met u. Nee, wat krijgen we nog een keer, politie? Ik moet heel even hierheen. Zijn we anders op de stoep? Op de treinspoor. Nee, ik leg hem in het water. Oh ja, op het treinspoor. Dat is handiger. Dan wordt hij weggeduwd. Ja. Als de trein krijgt... Oh. Ash. Dit is niet mijn schuld. Nee, want ik raakte de auto. Nee, jij ging daar staan. Ha, boeien. Dat komt. Stap in. Oké, ik ga radio luisteren. Kijken of we al een beetje bekend zijn. Oké. Ja. Nog niet. Is wel een lekker nummer. Mm-hmm.
Ik stel dit even in als hoogte prioriteit. En rijd dan gewoon even zo snel mogelijk door. Ik kan wel tegelijkertijd mijn telefoon aanrijden. Meneer? Mm-hmm. Wilt u dat ik u bij uw huis afzet? Of gaan we naar mijn huis? Ja, zet me maar bij mijn huis af, denk ik. Oké, wat u wilt. Ik trek even andere kleren aan. En dan kom ik naar jou toe. Komt goed, meneer. Gaan we doen. En wat vindt u als mij als bodyguard en chauffeur en als... Ik had eigenlijk wel verwacht dat het rijden slechter zou gaan. Ja, er zijn nog steeds heel veel deuken in de voorkant. Ja, maar krassen en deuken, maar die heb je altijd. Maar het is niet mijn auto. Maar die heeft u ook. Niet maar... zo superveel. Ik rijd anders als u. Ja, maar ik, u rijdt ook altijd heel... Hier kan u niks aan doen. U rijdt ook altijd... Het is een missie en dan moet je... U rijdt altijd heel zachtjes. Dat doe ik niet. Als u net zo hard zou rijden als mij, dan zou u dat ook hebben. Ja, en maar ik heb vooral bij een missie moeten. Ja, en ik heb vooral ook geleerd niet. Ik heb bij mij steeds altijd op school niet goed rijden, gewoon proberen dat je zo snel mogelijk wegkomt. Dat hebben ze altijd tegen mij gezegd. Als er iets noods is, wel. Maar als het gewoon normale tijd is, dan gewoon... Oké, geef even andere kleren aan trekken. Ja, dan ben ik ook gewend om hard te... Omdat ik altijd hard te rijden ben, doe ik dan ook hard te rijden. En ja, dan bots ik wel zo ergens tegenaan. Oké. Ik heb nog kleren hier in mijn garage liggen. Altijd. Zal ik hier anders op u wachten? Dan neem ik hem gelijk mee. Oh, nee, ik pak een eigen auto, hoor. Gaat u maar vast naar de huis. Oké. Doeg. Doei. Tot zo. Rijdt ook heel anders als ik. Die man rijdt nooit. Even kijken. Oh, hier. Home sweet home. View. Oh, wat mooi zo dicht garage met al die auto's. Misschien is het ook wel een keer. Ja, dat kan wel. Leuke huisjes. Van hun 200.
we gaan hierbij afsluiten met het filmpje.